altijd weer afwachten. Waar gaat het eigenlijk over? Het is gewoon vrijdagochtend en dus tijd voor... Kink. Kink op de week. De regels voor online gokken worden versoepeld. Of eigenlijk verstrengd. Je mag straks maximaal €700 per maand inzetten. En wil je meer uitgeven, dan moet je aantonen dat je dat verlies kan leiden. Elke gokker komt straks dus met het argument... Ah, maar ik win het volgende maand gewoon weer terug. En dat gaan ze elke maand weer proberen. Wedden? Om te bewijzen dat je verlies kan leiden... hoef je alleen maar aan te tonen dat je een inkomen hebt. Als je dat bedrag aan een hypotheek wil uitgeven... omdat je liever zelf wat vermogen opbouwt dan huur betalen... is alleen een loonstrookje echt niet genoeg. Voor een hypotheek moet je meer papierwerk laten zien... dan voor het wereldkampioenschap origami. Wat trouwens een extreem teleurstellend WK is. Je krijgt niet eens een echte medaille, maar alleen een oorkonde. Gevouwen in de vorm van een medaille. En het is makkelijker om je inkomen aan gokken te besteden... dan aan een woning. Als je starter bent, is de kans op het winnen van de jackpot... groter dan de kans dat je überhaupt een woning vindt. Maar toch... En die verstrenging is nog niet definitief. Want eerst mogen schuldhulpverlening-experts zich er nog over uitspreken. En natuurlijk de gokbedrijven. Want gokbedrijven hadden er best veel op ingezet... dat mensen meer gingen uitgeven dan goed voor ze is. En de kans dat de regels strenger worden, is klein. De gokindustrie vindt bij demissionair minister Weerwind, die erover gaat... namelijk niet alleen een luisterend oor... er staan ook altijd een microfoon en 4000 watt aan speakers voor ze klaar. Een paar jaar geleden versoepelde hij de regels voor online gokken... en advertenties voor gokbedrijven. Dat zou beter zijn om gokverslaving tegen te gaan. Volgens de gokbedrijven. En wat er toen gebeurde, dat was net zo voorspelbaar als wat er gebeurt... wanneer je een eindejaarslot koopt in de hoop miljonair te worden. Spoiler, je gaat geen miljonair worden. En de regels werkten, zoals experts al hadden gewaarschuwd, averechts... Maar ja, we zijn in Nederland zo dol op rechts... dat we ook al blij zijn met averechts. Het is natuurlijk wel lekker om te fantaseren... Hè, wat je zou doen als je de jackpot wint. Ik zou poppodium het Burgerweeshuis in Deventer kopen. Die moeten van de gemeente gedwongen fuseren met de Schouwburg. En dan valt het onder ambtenaren... en dan sloop je alle seks, drugs en rock'n'roll uit zijn tent. En in Nederland zijn er al veel te veel plekken... waar het theater, de popzaal, de bieb en het gemeentehuis bij elkaar zitten. Zo'n plek is dan gemaakt voor alles, maar geschikt voor niks. Ik zou via een vijandig bot The Christmas Station overnemen. Nou denk ik dat ze voor de juiste prijs sowieso makkelijk te koop zijn. Maar omdat ik die muziek zo slecht trek, zou ik het echt heel vijandig doen. En ik zou er vervolgens niks veranderen. Behalve dat ik Last Christmas uit de playlist haal. En van het geld dat over is, koop ik reclameruimte op Facebook. En duw ik het VN-rapport dat deze week verscheen in iedereen's tijdlijn. Daarin staat namelijk dat de woningcrisis in Nederland veroorzaakt is door slechte politieke keuzes en niet door migranten. In datzelfde rapport staat ook dat de opvangcrisis in Ter Apel komt door slechte politieke keuzes en niet door migranten. Dat kost me vast meer dan €700 per maand en ik win er niks van terug. Maar als Facebook dan wil zien dat ik dat verlies kan leiden, laat ik gewoon mijn staatslot zien. Kink. Kink op de week. Ik ben voor dat jij wint, eigenlijk. Er komt toch maar een lotje. Doe maar. Vooruit dan.